Goedemorgen allemaal. Superleuk dat jullie zijn aangeschoven om met mij op reis te gaan naar Portugal. Ik neem jullie deze ochtend mee op reis. Voordat ik dat doe, zal ik mezelf eventjes kort voorstellen, zodat jullie weten wie jullie voor jullie hebben. Mijn naam is Demi en ik ben onder andere reisspecialist voor Portugal. En nou, afgelopen oktober was ik nog in het mooie Portugal. Als je de kans hebt, echt een aanrader om buiten het hoogseizoen te gaan. Het is dan een stuk rustiger en de lokale mensen hebben ook gewoon meer tijd voor je. Je komt meer met ze in aanraking. De grote verrassing van mijn reis van afgelopen oktober was toch wel Vila Nova de Mil Fontes, waar je mij ook op de foto ziet. Een superleuke bed and breakfast, heel kleurrijk, echt alsof je bij opa en oma thuis komt. Met elke dag verse chocoladecake die voor je gebakken werd. Het surfdorpje is onwijs leuk, kleurrijk. En je kunt prachtige wandeling maken over de Rota Vicentina. Met een hele ruige klifkust, golven die tegen de rotsen aanbotsen. Je loopt over een verlaten strand door het binnenland. Echt, nou, zoals je misschien wel zult begrijpen, echt mijn persoonlijke tip die ik nu alvast met jullie deel. Ja, ik zei het al eventjes, ik ben reisspecialist binnen Rixia en voor mij is dat echt elke dag een feestje of eigenlijk een wereldreis zoals ik dat zelf liever noem. Binnen Rixia hebben we allemaal onze eigen expertise, onze favoriete land of landen. Daar weten we eigenlijk alles over te vertellen. Dus dat doen we bij het koffiezetapparaat of bij het lunch met elkaar. Maar natuurlijk vooral ook naar onze reizigers toe. Buiten dat iedereen natuurlijk andere expertise, kennis heeft, doen we wel alles binnen Rixia met hetzelfde doel. En dat is dat we reizen willen samenstellen die zowel kleinschalig, lokaal als verantwoord zijn. We werken niet alleen in Leiden met een heel team aan gepassioneerde reizigers, maar dat doen we wereldwijd. We werken namelijk met lokale partners op al onze bestemmingen. En die staan net als wij 24/7 voor je klaar. Dus dat is voor onze reizigers een fijn gevoel. Hoe werkt het bij Rixia? Je bouwt met ons eigenlijk je eigen reis. Je deelt je wensen met ons. Wij delen onze kennis en ervaring met jou. En zo stellen we dan je ideale rondreis samen. Dat doen we aan de hand van verschillende dingetjes. We hebben bouwstenen, we hebben rondreizen en we hebben reisadvies op maat. Bouwstenen zijn overnacht, pakketjes zeg maar van 2 tot 5 nachten. Je verblijft op één plek of op meerdere plekken. En een leuke activiteit erbij. Jij kunt de verschillende bouwstenen uitkiezen. En wij puzzelen die dan in elkaar tot een mooie route. Vinden daar dan ook passend vervoer bij. Zowel op de bestemming als natuurlijk naar de bestemming toe. En mocht je zeggen van nou, dit vind ik helemaal leuk zo. Of ik wil nog een nachtje korter of langer. Misschien wel een extra excursie. Dan kan dat allemaal. Zodat het echt jouw reis wordt. Ik noem het al, rondreizen hebben we ook. Die hebben we eigenlijk al samengesteld naar aanleiding van onze eigen ervaringen. Dat zijn eigenlijk de bouwstenen al aan elkaar gepuzzeld. Ook deze kun je eventueel nog aanpassen naar jouw wensen. Weet je het eigenlijk echt nog helemaal niet? Denk je van, nou, ik wil heel graag naar Portugal, maar ik weet niet precies waar ik nou moet zijn. Of heb je specifieke wensen die je niet zo snel terugvindt in onze bouwstenen of rondreizen? Dan neem gerust contact met ons op. Wij vinden persoonlijk contact heel erg belangrijk en ook heel erg leuk natuurlijk. Dus via de telefoon of via videogesprekken nemen we graag de mogelijkheden met je door. Alles wat we binnen Rixia doen, doen we met een hart voor de wereld. Ik noemde het al eventjes, onze reizen zijn lokaal, kleinschalig en verantwoord. We geloven er namelijk in, we willen eigenlijk dat onze reizen betekenisvol zijn. Zowel voor jou als reiziger, maar eigenlijk voor de hele wereld. We geloven er namelijk in dat reizen de wereld echt mooier kan maken, mits je dat wel op een verantwoorde manier doet. Zo werken wij samen met verantwoorde samenwerkingspartners. Hanteren we met hen eerlijke prijzen. Dat vinden we heel erg belangrijk, zodat ook de mensen ter plaatse een eerlijk loon verdienen. Zoals gidsen, chauffeurs, hoteleigenaren, etc. Daarnaast zijn al onze reizen 100% CO2 worden die gecompenseerd.
En wat jij daarvoor hoeft te doen, eigenlijk helemaal niks. Jij mag gewoon genieten van de reis. En wij zorgen dat deze zo verantwoord en duurzaam mogelijk is. Alles wat ik net vertelde, doen we inmiddels op meer dan 50 bestemmingen. En al ruim 20 jaar lang. We doen dat ver weg, maar ook dichtbij, in bijvoorbeeld Portugal. We hebben een aantal family bestemmingen ook, dat Rikscha Family, daar valt het onder. En dat zijn de bestemmingen met de blauwe icoontjes erachter. Ja, waarom met Rikscha naar Portugal? Wij maken echt reizen waarbij je de mensen en het land echt leert kennen. We hebben hele leuke, kleinschalige en sfeervolle overnachtingsplekken uitgekozen. Waarbij je dus echt de bestemming leert kennen. Geen grote massahotels, maar echt bijzondere plekken die al een ervaring op zich zijn. Je kunt daarbij denken aan een portboerderij op het platteland. Een glampingtent aan de rivier waar je lekker kunt zwemmen. Of een super gezellig patiohotel met allemaal mozaïektegels, azulejos, zoals ze dat in Portugal noemen. We hebben deze plekken ook allemaal zelf bezocht. We hebben de leuke activiteiten gevonden en karakteristieke routes daarvan gemaakt. En zoals ik eerder al zei, kunnen we die dus allemaal aanpassen naar jouw wensen. Kies jij het avontuur en regelen wij de rest, zodat je echt ontzorgd op reis kunt gaan. Wat ik eigenlijk altijd zeg is, als je bij Rikscha een reis boekt, dan kun jij gewoon lekker achteroverleunen. Genieten van de voorpret, de koffer wel even inpakken, maar wij regelen de rest. Zo kun je lekker individueel op reis gaan, maar zijn wij er als er iets is, zowel voor, tijdens als na de reis. En dat is ook zeker in deze tijden natuurlijk erg fijn. Ik noemde het al even, Rikscha Family. Een label binnen Rikscha, echt voor met bouwstenen en rondreizen voor gezinnen. Zowel voor met hele jonge kinderen als met tieners. We hebben echt onwijs veel leuke rondreizen en bouwstenen. Waar we rekening houden met families. Dus een lager reistempo bijvoorbeeld. Zodat jullie wat dagen hebben om te relaxen. Gewoon even je eigen plan te trekken. Kortere reisafstanden. Nou is dat in Portugal niet helemaal... zijn de reisafstanden al niet zo heel erg lang. Maar het is wel fijn om niet de hele dag in de auto bijvoorbeeld te moeten zitten. Dus daar houden we rekening mee. En we hebben heel veel heel verschillende activiteiten. Dus met kinderen, kleine kinderen ga je bijvoorbeeld tegeltjes maken. En met de tieners die willen natuurlijk wat meer avontuur. Om ze ook nog over de streep te trekken om met papa en mama mee op de reis te gaan. En dan kun je gaan kajakken of co-steering. Dat is opzij langs kliffen, kusten. Dus genoeg avontuur daarvoor. Mijn collega Birgit is afgelopen tijd ontzettend druk geweest met Rikscha Family Portugal. Zij is echt een van de meest ervaren reizigers binnen Rikscha en zeker op het gebied van kinderen. Dus wat zij allemaal ontwikkeld heeft, zal ik hier en daar ook meenemen in de rondreis die ik straks met jullie ga bespreken. Dan de beste reistijd. Voor Portugal zeg ik altijd dat het voorjaar en najaar het fijnste is. Het is dan gewoon lekker wat rustiger. De temperaturen zijn heel aangenaam. Tussen de 18 en 25 graden. 'S Avonds koelt het iets af. Maar kun je nog heerlijk op het terras zitten om lekker je sardientjes of je kippetjes te eten. Veel families zijn natuurlijk wel gebonden aan de zomervakantie. En ook dan kun je naar Portugal. Het is alleen wel goed om te weten dat het dan echt best wel behoorlijk druk kan zijn. De prijzen liggen een heel stuk hoger. En het is een stuk warmer. Je kunt denken aan 30 graden aan de kust en zo'n 45 graden wel in het binnenland. Portugal is ook een goede winterzonbestemming. Zo heb je bijvoorbeeld de Algarve of Madeira, waar het 15 tot 25 tot 20 graden kan worden. Dus heerlijk om ook lekker actief bezig te kunnen zijn. Over Madeira vertel ik vandaag overigens verder niks, omdat we later vandaag daar een presentatie over hebben. Dus mocht je dat interessant vinden, dan kun je die nog bijwonen. De manier van reizen. Wij vinden het ontzettend leuk om echt met de eigen auto, met een huurauto rond te reizen, zodat je die vrijheid ervaart. Zelf kunt stoppen waar je wil. Het is ook heel veilig om te rijden in Portugal. Wij
Zorg er dan voor de vliegtickets. Vaak is dat met Transavia vanaf Amsterdam. Maar heb je andere wensen, dan kijken we zeker daar met je mee. We regelen vervolgens een huurauto. Misschien ga je eerst even nog lekker rondslenteren in Lissabon of Porto. Dan hou je huurauto daarna op. Anders betaal je over overbodige parkeerkosten. En dat is natuurlijk zonde, want in de stad heb je de auto niet nodig. Dus je haalt vervolgens de huurauto op en vaak leef je die dan in een andere stad in. Vaak in Lissabon of helemaal in Faro in het zuiden. Zodat je echt het uiterste uit je reis haalt. Dan gaan we nu met elkaar op reis. We gaan. Kijk hoor. Ja, we maken de rondreis van hoogtepunten. Portugal rondreis. Dat is onze rondreis van 2 weken. Van Porto helemaal naar het zuiden. Naar de Algarve. En laten we op reis gaan. Je swingt de reis lekker in Porto. En echt de cultuur ervaar je daar gelijk al. De portstad van het land. We hebben hier een hele leuke bed and breakfast in een oud herenhuis. 15 minuutjes lopen van het centrum. En na een dagje lekker slenteren, varen over de rivier of fietsen. Kun je heerlijk in de binnentuinen die je hier ook ziet even lekker bijkomen. Er is genoeg te doen in Porto. Bij onze bouwsteen is een portproeverij. Op eigen gelegenheid ga je dan naar een van onze favoriete wijnhuizen. Dat is een porthuis van 300 jaar oud. Je krijgt een rondleiding en gaat natuurlijk port proeven onder het genot van heerlijke chocola. Wil je de stad ook met de gids ontdekken, dan kan dat, bijvoorbeeld per fiets. Je regelt dan de privégids Anselmo, die vol passie over zijn stad vertelt. En de beide kanten van de rivier laat zien en je ook meeneemt langs de rivier, wat echt prachtig is. Voor kinderen is er ook van alles leuks te doen in Porto. Een portproeverij is dan misschien niet helemaal geschikt. Maar wil je toch het culinaire aspect meepakken, dan hebben we een petiscos tour. Dat zijn de Portugese tapas. Je wandelt door de stad en proeft van alles. Voor wat meer cultuur kun je de azulejos tour kunnen voor je inplannen. Dat zijn dus die wit-blauwe tegeltjes. Maak je een wandeling door de stad en leer je daar meer over. Een echte Rixa-tip is de Pastéis de Nata workshop. Daarvoor heb je wel een nachtje extra nodig in Porto. Maar Patricia die nodigt je uit bij haar thuis om de Pastéis de Nata te maken. En vervolgens geniet je van een heerlijke diner die zij bereidt. En ervaar je echt die Portugese gastvrijheid. Dan de Douro-vallei. Dat is er echt eentje voor de Bourgondier, de levensgenieter. Je haalt de huurauto op in Porto. Rijdt in 2 uurtjes naar de Douro-vallei. En onderweg stop je bij een mooi wijnhuis. Daar regelen we een audiotour voor je. Dus terwijl je door de wijnranken loopt, hoor je van alles over hoe de port gemaakt wordt en over het wijnhuis. Uiteraard mag daar ook geproefd worden. Maar je bent natuurlijk met de auto. Dus we hebben ook een fijne accommodatie geregeld. Echt helemaal in stijl. Een kleinschalig wijnhuis. Met een zwembad en prachtig uitzicht. Ik weet niet of ik het al zei, maar je verblijft 1 nachtje in de Douro-vallei. En als je het mij vraagt, zou ik gewoon zeggen, blijf lekker bij die accommodatie. Daar kun je port proeven, hoef je niet meer te rijden. En ze bereiden heerlijk eten voor je hier. Dan Coimbra. Coimbra is de Fado-stad van Portugal. Je ziet hier, het is ook de universiteitsstad, je ziet hier ook de universiteit. En als je door Coimbra loopt, zie je ook echt nog in traditionele kledij lopen. En Fado is echt het levenslied van de Portugezen. En Coimbra is dus daarvoor echt onder Portugezen dé plek. Hier zie je dus ook de studenten rondlopen. En mijn gids in Lissabon, waar je dat filmpje ziet van de studenten die dan bij de universiteiten staan om te zingen. En het is echt, ik spreek geen Portugees, maar de emoties, het liefde en het verdriet wat er zeg maar vanaf komt, dat voel je echt gewoon door de straten klinken. En je kunt bij de verschillende cafeetjes
Zowel voor de deur als binnen kun je Fado-voorstellingen meekrijgen. Dus echt een aanrader. Verblijf 2 nachtjes in Coimbra in een leuk boutique hotelletje. Wat we toe kunnen voegen aan de reis is fietstocht over de Ecopista. Dat is een oude treinspoor die je volgt. Is helemaal niet per se heel pittig hoor. Je kunt 47 kilometer vrij vlak en bergafwaarts. Je fietst door de wijnvelden, langs het tussen treinspoor, oude treinstationnetjes en over bruggen. En alles is echt onwijs leuk. Je kunt het vanuit Coimbra doen, maar je kunt het ook doen onderweg vanaf de Douro-vallei naar Coimbra toe. Dan naast erheen, naar alle dingen, cultuur en het Bourgondische leven, is het toch ook wel lekker om eventjes bij te komen aan het strand, even lekker niks te doen. Daarvoor hebben we Nazaré ingepland. Het hotel is gewoon een standaard basic hotel, net wat straat verwijderd van het strand. Maar we hebben ook hier een special stay, dat is binnen Rixey. Zijn dat accommodaties die net wat meer comfort hebben of net wat bijzondere plek liggen. Dus dat is in Nazaré een hotel aan het strand. Dus mocht je daarvoor kiezen, dan kun je het altijd laten weten. Ben je niet zo van het strand luieren en hou je wel wat van actie, dan kun je echt gaan surfen. Dat is echt een goede plek daarvoor. Om je surfskills te upgraden met Portugese golf. Of misschien wil je leren surfen, dan kan dat daar ook. Een andere tour die we van juni tot en met september kunnen inplannen is een boottocht naar Ilha da Belenga. Daar kun je een wandeling maken naar de vuurtoren, naar een fort op het eiland. Je kunt heerlijke zeevruchten lunchen hebben daar en toch ook wel een beetje luieren op het strand. Voor families kiezen we niet voor Nazaré, maar voor Peniche. Dat ligt net iets zuidelijker. Waarom we dat doen is omdat we daar een onwijs leuke camping hebben gevonden met een leuk huisje waar je kunt verblijven vlakbij het strand. En wil je met de kids surfen, dan is Peniche net wat fijner omdat het ook wat rustiger gegolven heeft in de verschillende baaitjes. En in Nazaré zijn die toch best wel ruig. Voor zowel Nazaré als Peniche geldt, wil je wat meer cultuur, dan kun je bedevaartsoord Fatima bezoeken of het kasteeldorp Obidos, ook echt onwijs leuk. Echt op gemiddeld een half uurtje rijden van beide. Dan Lissabon. Wat zal ik zeggen over Lissabon? Echt een heerlijke stad, als je het mij vraagt. Vooral de verschillende wijken, dat het aan het water ligt, de kleuren. Echt fantastisch. We verblijven daar standaard 2 nachtjes. Maar verblijf je buiten het hoogseizoen, dan is een extra nachtje ook zeker aan te raden, mocht je die tijd hebben. Wat ik vooral echt fijn vond, is dat elke wijk echt zo zijn charmes heeft. Zo heb je de Fado-wijk Alfama met echt allemaal kleine straatjes en trappetjes. Je hebt Barrio Alto, dat is echt een bruisende wijk. Of bijvoorbeeld de schrijverswijk Chiado. Dat allemaal ga je ook ontdekken tijdens onze local tour. De echte hoogtepunten die laat de gids voor eigen bezoek. Maar echte lokale plekjes, daar neemt hij je graag mee naartoe. Ik heb echt in Portugal de leukste stadstour ooit gehad. Henrique was de local die ons mee op pad nam. En echt naar zijn favoriete plekjes. We gingen naar een achteraf cafeetje waar we een lokaal likeurtje mochten proeven. Dat was in de Fado-wijk Alfama. We kwamen bij een bibliotheek waar je zelf echt zo lang zou lopen, maar wat een heel verhaal had rondom de schrijverswijk. Een van zijn favoriete restaurants was helemaal volgeboekt, maar toch wist hij nog voor ons dat plekje te reserveren. Hij neemt je echt mee naar plekken waar toeristen nog niet komen en waar locals echt hun vrije tijd doorbrengen. Echt onwijs leuk. Dan voor families. Ook dan kun je de local tour doen, want het is een privé tour. Wat helemaal afgestemd wordt op wat jullie echt interessant en leuk vinden. Maar hou je niet zo van wandelen, dan kunnen we ook een tuk-tuk of een segway regelen. En dan blijf je door in de Alfama-wijk. Standaard is er een stadshotelletje dat we voor je boeken. Maar met gezinnen is het soms ook fijn om lekker een appartementje te hebben. En al helemaal een zwembad. Dus dat kunnen we voor je regelen. Dus wel net wat buiten het centrum, 10 minuutjes met het OV.
Ja, en dan rij je de Golden Gate Bridge van Portugal over, noem ik hem altijd. Dat is echt de bekende brug van Lissabon. Die rij je over naar Costa de Lisboa. Je verblijft in de omgeving van het plattelandsdorpje Aizetao. Dat ligt tussen twee kustplaatsen in, tussen Sintra en Setúbal. En je verblijft er in een heel fijn landhuis, zeker met een zwembad. Zeker in het hoogseizoen is dat geen overbodige luxe om even een frisse duik te kunnen nemen. En je kunt ook heerlijk onder de vele sinaasappelbomen in de tuin lekker een boekje lezen. Dus echt dat vakantiegevoel. En 's avonds geniet je van bacalao, dat is kabeljauw, echt een specialiteit van die omgeving. Aan de boulevard van Sesimbra, van een mooie zonsondergang. Echt een vakantiegevoel. Dit alles ligt aan het Arabida National Park. Een national park met mooie stranden, met echt een super prachtige ruige klifkusten. En ook dolfijnen die voor de kust zwemmen. Dus we kunnen daar ook een boottour regelen, dat je op zoek kunt gaan naar die dolfijnen. Veel leert over de flora en de fauna en andere dieren daar ook spot. En ook een frisse duik is natuurlijk, zeker in het hoogseizoen, heerlijk om mee te pakken. Een andere leuke activiteit in de Costa de Lisboa is het maken van azulegelstegeltjes. Pedro, dat is de eigenaar van een kleine fabriek, tegelfabriek in het dorp. En die vertelt je graag van alles een beetje, laat van alles zien en helpt je met het maken van de tegeltjes. Hij spreekt niet zo heel goed Engels, maar dat vonden wij juist wel zijn charmes hebben. En hij doet echt onwijs zijn best. Echt een hele leuke lokale activiteit. Nou, voor de adrenaline junkie is het co-steering. Ik noem het al eventjes. Het is zeg maar het canyoningen van maar dan bij rotsen. Abseilen, ziplijnen van de een naar de andere rots. Je springt er vanaf. Nou, echt super gaaf. Moet wel goed kunnen zwemmen, maar de gidsen die hebben heel veel ervaring. Die letten uiteraard ook goed op iedereen. Dan Lagos. Dat is de laatste stop van de rondreis. Voor het echte vakantiegevoel. Lekker afsluiten, lekker relaxed naar huis. Prachtig ook met de ruige klifkusten, goudgele stranden en echt ontelbaar veel baaien. Lagos zelf is wel een toeristisch stadje, maar dat is het ook niet voor niets. Dus je zet ze ook ziet, heerlijk kleurrijk, echt nog zo'n ouderwets Portugees stijltje. En met daarachter allemaal beroemde stranden, maar ook hele rustige stranden. En met fijne wateren en dat ga je zelf, en grotten ook trouwens, ga je ontdekken tijdens een van de leukste activiteiten. Vind ik zelf, en ook voor iedereen is dat, en dat is suppen. Je gaat peddelt op een boord, lekker langs de kust, langs de kliffen. Je gaat de grotten in, echt heel rustgevend om zo van de natuur te genieten. De Algarve, omgeving Lagos is ook echt perfect met gezinnen. Je kunt er heerlijk bij komen. Nou, wat ik al zei, suppen. Je kunt lekker aan het strand liggen. Je kunt een boottocht maken om ook dolfijnen daar te spotten. Zelfs surfen kan er. En met gezinnen is het ook fijn om lekker in een appartementje te verblijven. Dus we hebben er verschillende in Lagos gevonden. Zoals deze. Dat is een wit dorpje dat helemaal omgetoogd is tot verschillende appartementen voor reizigers. Echt heel erg leuk en Portugees. Ik heb natuurlijk nu een reis van 2 weken. Met de hoogtepunten heb ik uitgelicht, maar er is nog zoveel meer. Een van de dingen die er niet in de rondreis zit, maar mocht je tijd hebben, wel echt een aanrader is het binnenland, de Alentejo-regio. Daar kun je gaan kajakken onder een sterrenhemel. Je kunt gaan mountainbiken. Je verblijft in een mooi eco-resort of in een fijn landhuis met een zwembad. Voor families hebben we in Noord-Portugal ook echt een verrassende rondreis. Waarbij je echt op avontuur gaat, de natuur in. Weg van de massa, dus echt plekjes waar niet veel toeristen komen. Dan hebben we natuurlijk nog bijvoorbeeld Madeira. Kortom, er is heel veel mogelijk en daarover denken we graag met je mee. Dus als jij je wensen verzamelt, dan kun je met ons op de contactpagina kun je een afspraak inplannen. Op www.rixitravel.com/portugal en daar de contactpagina. Dan krijg je een kijkje in onze agenda.
En in die agenda kun je een telefoon of een Teams gesprek aanvragen. Je kunt dus ook altijd bellen of mailen en dan gaan we graag met je in gesprek. Hartstikke leuk dat jullie keken, dat jullie er waren. En als er vragen zijn, dan beantwoord ik die graag. Ik krijg hier de eerste vraag, een hele logische vraag. Wat zijn de coronaregels en wat is de verwachting? De verwachting, dat blijft lastig om dat te zeggen, omdat we zoveel veranderingen gehad hebben de afgelopen 2 jaar. Maar vooralsnog is Portugal code geel. Dat betekent dat je er naartoe mag. En ook in de zomer verwachten we dat zeker mogelijk is. Voor nu geldt dat je een PCR-test moet, of een antigeentest moet laten zien als je Portugal binnenkomt, ook als je gevaccineerd bent. Behalve als je een herstelbewijs hebt van 180 dagen, binnen 180 dagen. En voor terug naar Nederland geldt gewoon een coronabewijs. Dat over het in- en uitreizen. We gaan ervan uit dat reizen steeds meer mogelijk wordt. We merken ook dat het steeds meer allemaal kan. En zeker binnen Europa. Maar mocht de omvang niet zo zijn, dan gaan we met elkaar kijken naar de mogelijkheden. En komt dat helemaal goed. Dan krijg ik de vraag, ik spreek geen Portugees. Is dat een probleem? Nee, dat is absoluut geen probleem. Ik spreek zelf ook geen Portugees. Wel wat Spaans, dus dat is misschien net iets makkelijker. Maar Engels kom je heel ver mee. En zeker bij de overnachtingsplekken en activiteiten spreekt eigenlijk vrijwel iedereen Engels. Of doet in ieder geval heel erg zijn best. Dus dat komt helemaal goed. Volgens mij waren dat de vragen. En kijk ik ernaar uit om met jullie een mooie reis samen te stellen. En wens ik jullie nog een hele fijne zondag. Dag!